Ja. Hey, Trixie. Trixie, kom maar lekker. Kom maar lekker in de fietskar. Nou, ze doet het. Ja, maar dat doet ze zelf. Had je ooit gedacht dat je pa zo zou rondrijden? Nee, nee. Schaam jij je ook nee. een beetje? Een klein nou, beetje voor ja, hem. Nou, ja. Ja, we kennen hem een beetje. Kijk, dit gaat. Hé, hey, nee. Ho, zitten. Zitten, Trixie. Ja, oh, nee. Oh. 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 Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik neem nog snel even een bakkie voordat ik naar mijn pa ga, want die is weer met van alles nog wel bezig. Hij gaat afscheid nemen van een dierbaar bezit en ik ga hem daarbij helpen. En hij heeft ook een leuke nieuwe aankoop gedaan. Een bijzondere aankoop. Kijk maar even mee. Hey Trixie. Hoi. Zo, goedemiddag. Hi Kees. Kom maar even naar buiten. Ja. ik denk er is van alles aan de hand hier. Nou, alle activiteiten. Ik denk ik moet even langs gaan voor een update. Ja, nou ik ga. Ik heb in mijn oude Datsun verleden heb ik eens een goede poetsbeurt gegeven. Ja, je hebt de lady even een beurt gegeven. Ja, ik heb deze auto al 32 jaar. 32 jaar. Ik weet niet anders dan dat jij deze auto hebt en dat wij daar vroeger heel veel. Ja, plezier van hebben gehad. Maar de laatste jaren werd dat wat minder. Hè? Gaat hem maar eens op marktplaats zetten, denk ik. Ja. Ik doe er toch weinig meer mee. En op een keer moet ik toch weg. En dan komt er moeilijk in en uit. Dus zal ik even laten zien als ik erin ga wel. Ja. Zo. Dat is zo gebeurd. Dan hang ik hem eigenlijk hier op. Daar heb je al een tactiekje voor. Ja, en dan zit ik. Dat slechts één kreun was dat. Dat viel mee, zeker bij jou. Nou, en daar zit je. Ja, nou, en als ik er nu uit moet... Goed, ooit moet je er een keer uit. Ja, hè? Ja, dan... En dan? Gelukkig dat de cabrio er niet op zit, maar anders is het nog lastiger. Dan moet ik mijn stuur opdrukken. Ja. Maar nu is het dak erop, dus dan is het makkelijker. En dan open. Trek ik mij zo aan de ruit. Twee handjes hier. Eerst mijn been eruit en die. En dan... Twee benen. En dan, aan dat stijltje daar. Je zo eruit. Nou, die kan dat wel hebben. Gaat het is een heel gaaf ding. Ja, en er zijn er heel weinig. Ja, het is een vrij exclusief model. Dit heb ik er allemaal mee gedaan. Kijk. Onder andere, al die toertochtjes, dat is leuk. Vianen hebben hier zo'n oldtimer. Ja, toch ben iedere, ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 keer geweest. Dan heb je het ook wel gezien. Daarom, joh. Maar het is wel een hartstikke leuk ding. En ik heb alle papieren erbij hier. Ook, dat heb je al dat heb je hem uitgezocht. Ja, het lijkt wel een vrijmarkt hier in je schuurtje. Ja, nee, maar dat is handig, jongen. Werkpas, handboek. Kijk. Maar hier. Dit is dus, want jij hebt hem, even denken, 33 jaar geleden. 32 jaar. Geïmporteerd uit Californië. Nee, ik heb hem van handelaar gekocht uit Zwijndrecht. Ik belde. En die had normaal gesproken. Ik heb alles nog hoor. Al die papieren. Kijk. Hebben. Doet hij helemaal niet in Nissan, want die deed veel aan die Engelse sportwagentjes. Ja, want het is een beetje MG-achtig, hè? Ja. Triumph. Ja. Daar heb je natuurlijk heel veel van die modellen, daar rijden veel meer van dan deze. Deze, die. Ja, precies. Ja, en 2 liter zijn ook zeldzaam, hè? Het zijn veel meer 1600. Maar volgens mij zijn er maar een paar van in Nederland. Of misschien is dit de enige in Nederland die 2 liter heeft. Nee, die zijn er nog een paar, hoor. Ja? Dan moet ik ze uitzoeken. Ja, maar er is ook een club bij van, hè? De Verleden Club. Heb jij een 2 liter? Laat het weten hier. Ja, dat is toch leuk. Er is inderdaad een Datsun Verleden Club. Ja. Maar zo eentje gelijk als deze, want hij zit nog hartstikke goed in de lak. Mooie velgjes.
Altijd is van een oud mannetje geweest. Altijd binnen gestaan. Ja, maar wel altijd binnen gestaan, onder de hoesje. Nee, dat klopt. Hij heeft hier altijd binnen gestaan, ja, onder een hoesje. En een paar keer per jaar werd de lady uitgelaten. Vorig jaar helemaal niet met de corona. Ik denk dat vorig jaar 200 kilometer gereden, het jaar ervoor ook. Ja. Nou, en 500 heb ik niet gauw gehad in een jaar, hoor. Maar ik snap het wel een beetje. Hij staat hier toch een beetje, nou, gewoon... Ja. Op een keer moet hij toch weg. Ja. Niet? En nou koop ik misschien wel een goede elektrische fiets voor. Ja. We kunnen er aardig wat verkopen, hoor. Ja. Maar... Nou, dus... maar ik ga dan vanmiddag een foto's maken. En dan ga ik dat even voor je op Marktplaats zetten of op de site. Maar ik kom ook, want je hebt nog iets anders, iets nieuws. Want eigenlijk, ja, 2 jaar geleden had je mij dat niet moeten vertellen. Oh ja? Dat jij de lady zou inruilen voor een... hondenkar achter de fiets. Hondenfietskar. Ik zal hem eens gaan pakken. Met een vlaggetje? Ja. Ik heb trouwens een cadeautje voor je meegenomen. Want je hebt nu een vlaggetje van Trixie, dat is dat merk van die hondenkar. En zo. Maar dat moet natuurlijk een... Ja, dat is natuurlijk eigenlijk heel grappig. Maar ik geef je een vloggende bestemming voor. Kun je hier door dorp rijden? Hè? Kun je naar mensen zwaaien? Ga Trixie, ik nadenken. Trixie piepen achterin? Die vindt het helemaal niet leuk. Ik zal hem eens even pakken, hè? Want je bent aan het proefrijden geweest met Trixie, toch? Ja, maar dat was nog geen echt succes, hè? Oh, dat was geen succes? Nou, Trixie die begon vreselijk te piepen. Ja. En dus dat, ja. Je moet Trixie ook niet opsluiten in een ruimtetje. Nee, maar goed, er zit tussen Trixie en mij een meter, zou je zeggen. Maar je bent een beetje therapeutisch aan het werk gegaan, want je hebt... Iedere dag doe ik een rondje. Ja. En ik weet nu misschien dat... Maar dat zal ik zo meteen wel laten zien dat ik veranderd heb. Ja, ja. Ik pak dat even. Ja. Zo, Trixie, ga jij in de fietskar straks? Dan staat hier geparkeerd. Ja. Ja, dan moet je een keer aftuigen. Nou, daar komt hij hoor. Met de fietskar. Speciale spiegelen op een fiets gemonteerd. Je hebt een spiegel op je fietspaan. Ja, dit, we hebben allemaal mannetjes. Dit moet toch... Er zijn grenzen. Nee, een spiegel op je fiets maar, en een fiets, hondenfietskar. Nou, het gaat mij niet in een spiegel. Maar ja, toch wel een spiegel. Ik moet Trixie zien. Ze moet erin. Nou. Want ze is ondeugend natuurlijk. Je weet dat Trixie die stapt halverwege uit. Maar dat kan niet, want ze zit vast, hè? Ja, kijk. Zo gaat ze erin. Hier ga ik ze er bovenuit. Dan kwam de kopje er bovenuit. Toen beginnen ze ons hier aan te vreten, zie je het? Ja. Oh, dat... Ja, en daar was heel snel mee. Ik denk, voor je het weet, hebben we geen fietskar maar meer. Maar dat zag ik in mijn spiegel. Ja, zag je in de spiegel. Dus ze komt nergens meer mee weg. Nee, maar nou is ze een speler. Ze wil er niet in natuurlijk. Trixie, kom even. Trixie, kom maar lekker. Kom maar lekker in de fietskar. Ja. Leuk, hè? Ja, kom maar. Nou, daar zit ze echt op te wachten. Kom maar hier. Ga maar in de fietskar. Ja, ga maar. Nou, ze doet het. Ja, maar dat doet ze zo. Gaat ze liggen. Ze springt er gelijk in. Ze denkt, nou, even. We gaan op pad. Heb ik het anders gedaan. Zo, Trixie. Dan maak ik hem hier ook. Ja, en dan kan ze zo. Of wil straat op in de fietskar. Zo kan ze vast. Oh ja, even naar kijk zo. Ja, anders onderweg. Je weet me nooit. Kom je op je vloggende bestemming en dan zit je met een fietskar zonder Trixie. Ja, schitterend. Nou, het is wel, ik moet zeggen, je hebt het wel voor elkaar. Ja, toch? Dit vind je wel leuker als er bovenuit. Ja. Want ze gaat dus enorm piepen, hè, als je gaat... Zo, nou, moet je het leuk vinden, Trixie. Ja, hè? Leuk, hè? Zeg eens hallo. En dan fiets jij dus rond en dan met een piepende Trixie achterin? Nee, ik moet het vlaggetje er even halen. Oh ja, en dan gaan we straks even een stukje proef fietsen. Even kijken of dat het nu beter gaat met piepen. Ja, dat laten we Chico even hier. Ja. Ja, Trixie, zeg eens eerlijk. Vind jij het nou leuk of niet? Vind jij het leuk in de fietskar? Nee, hè? Oh ja, daar is het. Om het compleet te maken. Het is ongelooflijk. Heb je al opmerkingen gehad van mensen in het dorp die Theo Aantjes zagen? De oud-directeur van het autobedrijf die vroeger hele dure auto's reed, sportauto's, onder andere ladies, cabrio. En nu rij je rond met een fiets, hondenfietskar. Daar zit ik helemaal met een piepende hond erin. Hè? Maar, ja, die piepende hond, dat vond ik niet leuk. Ik ben lekker kerk gereden. Je mago maakt dat ze deed. Ja. En dan denken de mensen dat je het beestje mishandelt. En dat is echt niet zo. Jij krijgt Marianne Tiemann op je dak. Of zit hij daar niet meer? Nee, maar wat ik maar ook... Maar eigenlijk, ze ziet er best wel tevreden uit. Ja, toch? Ja. Leuk, hè? Maar je doet dat dus... je hebt een tactiek, je gaat je worst geven. Dus als ze niet piept... Ja, geef ze nu dan een stukje worst. Om de 3 meter geef een stukje worst. En houdt ze er... Maar wel om de... Een paar 3 kilometer. Nee, eerder. Dan geef je een stukje worst. Ja.
En dat gaat dus beter. Ik denk dat ze het nu leuker vindt, hoor. Ja. Dus, nog leuker. Chico zou niet pikken, denk ik, hè? Ik zie Chico al kijken en die denkt... Mij niet gezien. Ja, maar Chico is een stoere hond. Die wil toch niet in zo'n fietskar gezien worden? Nou, hè? Maar Trixie. Best leuk, hè? Zeven stukje gereden, Trixie. Ja. Maar de vlaggie... Ja, het vlaggetje. Ja, maar dat vlaggetje ga ik niet meer rijden, oké? Nee, maar ook niet met de volgende bestemming vlaggetje. Ik heb hem bij me. Nou, niet door het dorp, nee. Nee. Gaat wel, als ik met Tini bijvoorbeeld met het campertje weggaat, ja. Dan vind ik het niet erg om aan de moezel met een vlaggetje te nemen. Nee, want ik ken toch niemand. Nee, maar op nou, inmiddels ben ik een halve bekende Nederlander en dan rij je met de fiets. Nou, dat niet, maar... Ja. Maar het is wel beter, want ze zien je, hè? Ja. Ze weten dat er nog wat achteraan komt. Ja, nou, er komt heel wat achteraan, inderdaad. Dat heb ik speciaal hier aan de buitenkant gedaan. Ja. Want dan kijk ik zo in dat fietskarretje. Als je zo kijkt, dan lijkt het wel een Ducati-motor. Dat je denkt, nou, stoel. Totdat je je camera terugtrekt en dat je denkt, het is een elektrische fiets. Toch gaan erbij. Ja, dat is waar. Dat, ik moet zeggen, ja, dat, ja, absoluut. Of heb je ze gedrogeerd? Voordat ik kwam. Ze ging er ook zelf in. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk, en als ik ergens stil zat, gaat ze gelijk liggen. Alleen toen ging rijden en dan met de kopje erboven. Ja. Toen keek ze toch een soort... Ontevreden. Ja, dan gaat ze stress. Ja, dan gaat ze dat ding kapot bijten. En dan gaat ze janken, zeg maar. Maar het is wel leuk dat als je lekker aan het fietsen bent, dat ze mee kan, hè? Ja. Dat is natuurlijk wel gezegd. Dat is mijn opzet. Ja, je opzet is dat, ja. Nee, dus... Nou, dan gaan we even een stukje proefrijden. En dan straks gaan we even de lady, ik ga je meehelpen, even poetsen. Hè, dat hij even nog in je poetsbeurt krijgt. Ja, meehelpen, ik heb het al helemaal gedaan. Oh, het is echt al helemaal afgerond. Dus ik kom echt op de goede... 2 uur is het. Op het goede moment. Ik ben een paar uur bezig geweest, hoor. Oh. Hij is klaar. Foto's nemen. Foto's nemen en dat is sowieso mijn bijdrage. Hè? Foto's nemen, publiceren, een stukje publiciteit. Misschien zit er wel iemand te kijken naar die vlog die denkt, die is van mij, die cabrio. Dat is een leuk ding. Ik kan trouwens ook niet al te veel doen, want ik heb mijn ribben zijn, ik wou zeggen verbrijzeld, maar hoe noem je dat, gekneusd. Niet te veel lachen. Nee, en dat, dan ben ik vrij verzuurd persoon, dus ik lach niet heel veel. Nee, maar dat is echt, dat is niet, niet leuk. Nee, dat is 6 weken duurt dat. Ja, dat maar iedere ademteug dan voel je gewoon, ik heb iemand voel je dat je leeft. Ik heb kort geleden en die heb ook 6 weken last van me gehad. Straks gaan we even foto's maken op een mooie plek, waarschijnlijk in de haven van Streefkerk. Dat is altijd leuk natuurlijk, hè? Dat het er een beetje netjes uitziet voor de presentatie van de advertentie. Maar ik zag nog wel dat het chroom wel wat poetswerk kan gebruiken. Hier ook, hè? De emblemen. Ik zeg tegen een paar, dat ga ik wel even doen. Ook de velgen, het zijn natuurlijk hartstikke leuke velgen, maar er mag wel wat glans op komen. Dus dit stond nog in de schuur, was nog niet eens opengemaakt, dus een natte lap erbij. En dan ga ik eens even lekker aan de gang met het chroom. Vind ik nog wel een leuk lusje om te doen ook. Dus ik heb er een krukje bij gepakt waar ik op zit. Dus ik ga op mijn gemakje eens even al die chroomrandjes oppoetsen. Want dat vind ik juist leuk van deze auto. Die sierstripjes. Maar dan moeten ze wel shine. Chico, 1, 2, 3. Terwijl ik los aan het gaan was op het chroomwerk. Het knapt wel op, hè? Ja, zeker. Ja, ik ben nog niet klaar.
Maar de glans zit er al goed in. Ja, ik hou daarvan, want het is toch de finishing touch. Jij bent wat preciezer dan ik. Het moet gewoon mooi. Stappen gauw thuis. Ja, nou, dan vullen we elkaar mooi op. Maar jij komt naar beneden met een fotoboek. Ja. Kijk dit dan. Ja. Je hebt wel wat weg van Peter R. de Vries daar. Dat is 32 jaar terug. En dan hier met de leden. En die hadden jullie toen net. Die hadden we toen opgeknapt. Dit is een 100NX. Ja, die werd toen geïntroduceerd. Ja. En toen hadden wij net die Verledi. Met zo'n targa-dakje, ja. Die 100NX. Maar goed, daar hadden we het niet over. 20 jaar Nissan dealer. Stond jij gewoon in de krant. Ja, vaak. Maar je moest het meestal zelf vertalen. Ja, moest je dat zelf vertalen? Hé, dat ben ik. Kijk hier, met mijn skijas aan. Kijk dit, ja, dat ben ik. Ja. Even kijken of dat je het kan zien. Zo lang heb ik hem. Zo, het is wel ongelooflijk. Hier staat Marijn. Mijn beste maatje, die staat daar nog. Ja. En Alma, mijn broer. Iedereen stond te shinen met die lady. En daarvoor, hoe we opgeknapt hebben. Prachtig. Maar als je dit zo ziet, dan krijg je wel een beetje weemoed natuurlijk. Ja, dan krijg je wel een beetje. Oh ja, kijk, hier is het hele restauratieproces. Want dat heb je meteen laten doen toen je hem kocht. Ja. Ja. Want hoe kwam die binnen? Nou, dat zal ik laten zien. Zo kwam die binnen, met twee rode strepen. Ik vind het wel vet eigenlijk, zo die rode strepen. Ja, dat was ook wel apart. Ja. Ja. Maar de bekleding, dat was dus ook al rood, zoals het nu is. Ja. Maar dat heb je opnieuw laten bekleden, hè, dit? Ja, dat is allemaal nieuw. Ja. Zo met de vlammende pijp. Ja. Het is wel echt gaaf. Wel heel leuk om die documentatie te hebben zo. Ja. Ook voor de nieuwe eigenaar, hè? Om te zien hoe dat allemaal is gebeurd en zo. Ja. Kijk, dit was jouw chef-monteur toen. Roel, ja. 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 Maar toen je hem kreeg, was hij er niet al te best aan toe. Hij is geïmporteerd uit Californië. Ja, dat is altijd warm natuurlijk. Dus ja. De lak, roest had hij niet. Nee. Alleen de hitte op het dashboard. Ja, dat zie je wel. Kijk hier. Zo grappig, er zit een mooi matje op. Maar hieronder, ja, door de hitte. Ja, hebben ze allemaal schade op het dashboard. Het is gewoon uitgedroogd. Daar hebben ze speciale matjes voor. Ja. Eén heeft het in zijn nek en de ander op een dashboard. Ja. Nou, en toen hadden we met de 20 jaar bestaan van de zaak. We konden hem goed gebruiken natuurlijk. Ja. En daar deze foto's. Ja. Toen bestonden we 20 jaar. Ja, zo. Je lijkt wel een maffiastil hier. Nou. Zo, echt wel. Wel mooi. Ik zou er voor van alles in schatten hier, maar niet als autodealer. Ja. Meer een dealer in andere genotsmiddelen, maar goed. Nou, okay. Je moeder ook een mooi vrouwtje. Jazeker. Het is echt een knappe vrouw als dat vroeger. Mooi, hè? Ja, dat zijn met jou wel, hè? Dat is dan een ding. Ja. Zo'n boer uit Loping. Ja, maar toen de tijd had je van die autoshows, ja, dat heb je nog steeds wel een beetje, hè, bij autodrijven. Er kwamen soms 600 mensen op af. Ja, het was echt een festijn in het dorp. Ja, tegenwoordig komen mensen daar niet meer voor. Kwamen mensen een dag eerder zeggen, ik kom nu, morgen is zo druk. Ik heb helemaal niks zien. Hapjes, drankjes, sigaretten op tafel. Sigaretten op tafel. Ja, dat weet ik nog wel. Sigaren hadden we ook. Ja, het was heel, wij moesten ook opkomen draven dan. Ja. Als je nu met een dikke nieuwe auto in de straat rijdt met een Tesla. En zo, en met Tesla. Het is zo emotieloos. Ja, maar dat mis ik sowieso. Kijk, dat is emotie. Ja. En dit is emotie. Maar zo'n nieuwe auto, ja, ik heb daar niet zo heel veel mee. Het is sowieso heel veel leaseauto's natuurlijk. Mensen hebben er zelf ook geen band mee. Ja, als het wel goedkoop is. Minder dan vroeger af. Ja, het is veel minder. En dat is ook wel jammer. Dat auto's zijn zo leuk. Alleen tegenwoordig is het universeel geworden. Dat is hartstikke Spartaans natuurlijk. Ja, geen stuurbekrachting, lembekrachting. Daarom is dat stuur zo groot. Dit ding rijdt 195 km per uur. Ja. Nou, dat is levensgevaarlijk natuurlijk. Ja, als je moet remmen. Dat ging je alleen je ergste vijand. 200 meter. Ging je alleen je ergste vijand toe. Zo komt in een keer broeder op de brommer aanrijden. Dag Kees. Ja, hallo kijkers, het is mijn broeder. Ja, ik denk de helft van de scooter is van mij. Ik denk, ik ga er eens een keer een stukje mee rijden. En wie is de andere helft dan? Ja, van die kleine zoon van 2,2 meter. Ja, dat is niet normaal. Ja, die is echt groot. Ja, jouw zoon, dus mijn neefje, die is 2,2 meter. Ja. Het is maar goed dat er geen dak op de scooter zit. Ja, dat komt niet goed. En die moet eigenlijk ook in de cardio rijden, want daar heeft hij geen last van dak. Nee. Nou, dan hebben jullie ook een keer mijn broer gezien. Ja, nou leuk. Alma heet je, hè? Ja. Hoe heet je ook alweer? Daar bedoel ik van, hè? Maar dat is altijd al zo geweest. Nee, dat is niet altijd zo. Ja, wel een beetje, Kees. Ja, maar dat is niet erg. Jij wil ook een praatje maken. Ja, dat wel een beetje. Jij verkoopt auto's. Dat heb ik van van die oude. Die oude daar, ja. Jij verdient ook je hypotheek met praten. Ja. En heel veel met je hand in je broek. Ja, dat kan ik ook erg goed. Ja, een beetje dom praten. Ja, een beetje alles afwegen daar beneden. Ja, maar hartstikke leuk.
Ik heb nog even mooi de bandjes zwart gemaakt. Dat zijn de finishing touches, hè? Dat is belangrijk. Zeker? Huh? Zwarte nou, bandjes, hè? Zwarte bandjes. Het dakkie zit erop strak. Ja, alleen hij had hem eigenlijk. Ja. Hij heeft... Eigenlijk moet je dat roodstuk kap moet altijd wegzetten, dicht. Met de kap erop en dat heeft ze niet gedaan, pa. Nee, maar, je krijgt een standje. Oh, ja. Dan gaat er weer een kreunen misschien. Wie heeft er de laatste keer mee gereden? Ja. Nou, ik niet. Nou, zijn we zover? Blijf maar lekker zitten. Nou, we gaan even testen met Trixie. Ja. Ja. Gaan we. Had je ooit gedacht dat je pa zo zou rondrijden? Nee, nee. Schaam jij je ook een beetje? Een klein nou, beetje voor ja, me? Nou ja, ja, we kennen hem een beetje. Ja, maar zo toch eigenlijk niet? Nee. Had je verwacht twee jaar geleden dat hij zo zou rondrijden? Nee. Dat hij alles zou inleveren, een stoere met sportwagen? En dan rijdt hij door het dorp met een vlaggetje van de vloggende bestemming. Achter zo'n schatje hoor. Nee, dat is het zo. Kijk, hij staat te wachten op me. Ja, kom eraan. Ja, ik ben de worst vergeten. Oh, de worst. De worst vergeten. Of je worst lust. Nee, maar hij beloont Trixie als hij iets goed doet met de worst. Oké. Okay. Ja, ik pak de worst wel even. Trixie? Oh, daar is hij met de worst. Maar dan, kijk, heeft hij helemaal stukjes worst. Ja, maar... Nou, begin maar met een stukje. Lekker hè? Nou, je hebt het verdiend hoor. Ga maar zitten. Ja, ga maar zitten. Ja, ga maar liggen, 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 liggen. Je liggen je zo. Ja, ja goed nou, helemaal zo. Helemaal uit nou. Wil. Zie je het? Leuk, hoe lekker het is? Ja, nou. Het is hartstikke lekker. Ja, straks krijg je nog een stukje worst. Ja, nou gaan we eerst een stukje rijden. Kregen wij van mij ook snoepjes op de achterbank. Ja, op de achterbank als je zoet was. We waren een beetje stil. Ja. Anders zat ik jou altijd te plagen. Ja, jij pestte mij heel veel. Was te janken. Ja, pestte mij sowieso heel veel, nou, vind ik. Ja, ik heb nog steeds een beetje last van. Heb je er nog een beetje last van? Ja, daar heb ik eigenlijk wel een soort trauma. Van. Nou, pa, we gaan fietsen. Ja, de spiegeltjes staan wel goed. Hij heeft een spiegel op zijn fiets. Ja, ik zag het al. Het is al, echt ja. Niet te doen. Je breedte hoor. Ja. Ja. Een meter onderaan. Ik zou er zo'n busje voor laten rijden, zo'n geel busje. Ja, zo'n, ja, kom. Expeditioneel, voor ja. Nou, we komen eraan. Fietsen maar. Oh, kijk uit joh, allemaal die ene. Ik moet nog aardig fietsen om die oude bij te houden. Ja, hij is natuurlijk een elektrische fiets. Ik heb de oude boodschappenfiets van mijn moeder. En dan moet je gewoon keihard trappen. Oh, wacht! Kan je dit gaan? Zit! Ze luistert wel goed. Ja, hè? Ja, zeker. Als ik een kwalijk breed uitloop, dan moet je toch mee oppassen. Ja! Nee, ik ben nou helemaal niet spannend, Theo. Nee, dat is waar. Oh, ik schaam me kapot. Hoezo? Nou, ja. Rij je dan met een stuk worst achter onder je snelbinders. Ja. Trek ze half eruit. Even aanmoedigen dat hij moet gaan zitten. Juist. Nou, hij is even gestopt om Trixie te corrigeren, maar ja. Dan moet je ze wel belonen. Hè? Ja, hij beloon je, maar dan moet je blijven zitten, hè? Ja, blijven zitten, Trixie. Ja. Kijk. Nou, dat doe je toch goed. Gewoon blijven zitten. Ik hou mijn mond ook open. Ja. Stukje worst. Ja. Lekker worst, hè? Ik krijg geen worst. Zie je wel, zoals ze nu op de gemakken zit, ze moet zo blijven zitten. Ja. En dan gaan rijden, gaan ze weer staan. Dat is de ideale Trixie. Ja. Totdat je gaat rijden. Heb je trouwens het vloggende bestemming vlaggetje gezien, pa? Ja, dat is helemaal mooi hoor. Maar ook voor fietskarren, voor hondenfietskarren. Zitten, hè? Blijven zitten maar, hè? Hij is weer gestopt, hij gaat weer een stukje worst geven. Ja, en dat doet hij onder zoveel meter. Zou dat ook echt een ding zijn dat... Hondenfluisteraars zeggen van, nou Theo, dat doe je goed. Dat is een goede methode. Dat weet ik zeker. Kijk eens hoe rustig ontspannen dat ze zit. Het werkt wel aardig. Vind je het leuk, Trixie? Vind je het leuk? Ik kan zien dat ze de aandacht over op iets anders hebt. Ja. Dus dat gaat helemaal goed. Ja, nou. Nou. Fiet er maar weer, hoor. Nee. Ho, ho. Zitten. Zitten, Trixie. Oh jee. Nee, Trixie. Oh, ze wordt weer
onrustig. Zitten. Zitten, goed zo. Ja, goed zo. Nou, goed zo. Nou krijg je een stukje worst. Nou krijg je een stukje worst. Ja. Hier, kijk. Goed gedaan. Ja, blijf je zitten, hè. Maar niet heus. Zit je? Nee, zitten. Zit. Goed zo. Goed zo. Kijk, geen stukje worst, hè? Nee. Kijk, is toch lekker om zo te zitten? Kunt toch niet beter? Hè? Ja. Je hoeft niet te lopen. Je kunt zit alles om je heen. En je krijgt iedere keer een stukje worst. Maar dan moet je wel blijven zitten. En nu kan je even je spiegeltje tractie in de gaten. Ja, nou, ik zie het hartstikke goed. En anders heb ik, maar ik heb mijn nek gaan niet verder dan zo. Dan heb je boven de 70. Sinds een paar jaar kan dat niet meer. Nee, en dan ga je, als je heel veel wil draaien. Geen garantie meer op. Dan ga je, stuur je mee. Ja, ja, ja. En dat is levensgevaar. Oh, ze beginnen nu weer onrustig te worden. Als ze me niet gaan vreten, dan de vorige keer in de bovenrand hebben ze kapot gevreten. Nee, dat moet ik niet hebben. Ja, je hoeft helemaal geen kracht te zetten. Je zet hem op turbo. En je kan gewoon met tricks achter gewoon 24 km per uur rijden. Ja. Tegenwind ga ik een racefiets erin met dit. Ja. Met deze combinatie. Ja, zeker. Zal ik trouwens het verkeer even regelen? Ja, even stoppen hier. Convoy exceptioneel. Oh, hij gaat belonen. Duurt lang allemaal. Zo lang. Je krijgt tijdens zo'n ritje ook te maken met ruwe ondergronden. Dat is ook gelijk een goede test. Maar Trixie trilt er niet uit. Bruggetje over. Oh. Toch gaat het goed. Zo, nou, de testrit zit erop. Ja, nou, ik heb het gaat gedaan. Steeds beter, hè? Ja, hè? Het wordt nog nou, maar ja, als ze dat. Kijk, ze zit toch heerlijk zo? Ja, maar je moet een tractie vragen. Dan kunnen wij knooppuntjes fietsen en ja. Zij ziet alles om zich heen. Ja. En je laat ze nu dan een keertje los, dat ze kunnen met haar lopen. En ze zit in de auto ook heel graag. Ja, nou, het is eigenlijk een perfecte combinatie. Ja. Ik denk wel dat je nog wat worst moet bijbestellen. Huh? Ja. Maar goed. Ik ga wel een stukje over zieken. We houden jullie op de hoogte over hoe het gaat in de toekomst, hè? Nou, dan mag je eruit. Ja. Kom maar, lopen maar. Zo, Trixie, je hebt vrijheid. Ja, en dan mag je gelijk. Kom, lopen maar. Kom maar. Ze wil er helemaal niet uit. Nee, he? Ze is zo leuk, vindt je het. Je vindt het veel leuker, hè? Zo. Zo, dat is ook wel lekker, hè? Zo geen riempje om. Als je niet weg zou lopen, dan zou dat zo kunnen. Oké, goed zo. Zo, Trixie. Wat een avontuur, hè? Ja, wat een avontuur. Oh, deze gaat weer terug. De kar in. Moet je erin? Moet je erin? Deze moet je erin? Kom maar. Wil je erin? Kom, gaat er maar in. Ja, ja goed. Nou. Dat is een mooi plekje, hè? Nou, ze vindt het toch wel leuk, denk ik, ja. Alleen de worst is op. Ja. Echt een lief hondje. Als je zo bent, dan wil ik het nog een poosje houden. Vind je het goed? Zo, Kees gaat even een paar foto's nemen. De gevoelige plaat. Zo'n merkplaats. Of de Golden Hour te pakken. Ja. Laatste uurtje gaat de zon ondergaan. Hij staat er mooi, ja. Ja. Hij staat er heel mooi bij, hè. Wel lange schaduwen, maar kijk eens, het is een beeld. Ja, schitterend hoor, hè. Ja. Dus ik heb, zie je nou dat groen wat ik heb gepoetst? Ja, dat heb je goed gedaan, Kees. Zo. Dat schijnt even. Super mooi, toch? Ja. Ja. Nou, echt leuk. Kapje zit er nu even op. Ja. Nieuwe kapje. Voor de foto. Nou ja, maar ik kan wel zien dat dat een mooie kap is. Best wel duur, hoor, een nieuwe kap. Ja. Als je hem zo ziet, wil je hem weer niet wegdoen. Dat is altijd zo, hè? Ja, maar juist als nou die mooi is, dan moet je hem verkopen. Dat is waar, maar dan toch, als hij dan en zo shinend uitziet. Tja. Dak kan eraf. Ja. 1, 2, 1, 2. Moet je helpen of niet? Nee, ga maar. Nou, dat is ook mee de reden natuurlijk. Je blijft er wel een beetje jong en vitaal bij zo'n cabrio. Ja, dat is waar, maar dan ga ik van de sportschool fietsen. Ja. Of ga met Trixie lopen.
Nog beter, voor de beestje ook leuk. Laatste fotootje. En dan willen we natuurlijk even de beest zien. En hoeveel pk staat er nou in? Weer? 135 pk. Ja, ja. 135. Gaan op 95. Hij, ja, hij wil echt goed vooruit. We hebben dan raad ik je niet aan 195. Nee, nee. Op een hele gladde baan. Nee. Met niet al te veel bochten en niet hoeven te remmen. Nee, dat is een beetje gevaarlijk, maar er zit heel veel pit in. Zeker voor een auto van die leeftijd. Boven liggen Nokka's en die anderen die hebben dat niet. Die 1600's, ja. Die 2 liter hebt dat wel. Daarom heeft het ding ook zoveel vermogen. Dubbele carburateurs. Voor die tijd vooruitstrevend. Ja, zeker vooruitstrevend. Ja, zeker. Ja. Blijft een lekker geluidje, pa? Ja. Ja, zeker. Die uitlaat. Ja. Ja, hij... Ah. Oh. Oh, maar dat je ribben, we zitten wel lekker geest in. Je kon nog een paar van die hobbeltjes tegen. Er zit een blad weer onder natuurlijk. Ja, ja. Maar met mijn ribben is dat niet heel bevorderlijk. Nee. Dit is wel heel leuk. Een vijfbakje al, die voelde kijken, dat is het ook wel bijzonder hoor. Ja. Zo, dat was wel weer even lekker rijden met de lady. Kapje eraf en gaan met die banaan. Ja, dat uitlaatgeluid, dat blijft ook smullen. En het zal best wel raar zijn als hij straks niet meer binnen de familie is na zo'n lange tijd, dat hij niet meer in de schuur staat. Ik weet niet anders dan dat het geval is. Maar goed, alles op zijn tijd. En ik weet zeker dat de nieuwe eigenaar, is dat in Nederland of in het buitenland, er heel veel plezier van gaat hebben. Want het is echt gewoon een hartstikke gave bak. Ben je nou benieuwd naar de advertentie? Die staat in de beschrijving onder mijn video. Dan kan je even een kijkje nemen. En voordat ik de vlog afsluit, ik ben trouwens bezig met iets heel leuks. Naast de vlog op zondag lijkt het me leuk om op woensdag een serietje te gaan uitzenden. En zat ik te denken, wat zouden mijn kijkers nou leuk vinden? Nou, daar was ik al vrij snel achter. Want hoe leuk zou het zijn om eens aan boord te kijken bij mensen die een bootje hebben of een jacht. En dan niet alleen van buiten, maar ook binnenkijken. Want stiekem is dat natuurlijk superleuk om eens even te kijken hoe ze het ingericht hebben, wat het verhaal erachter is. Toen dacht ik, dat ga ik doen. Met als titel, Schipper, mag ik binnenkijken? Ja, met de vraag, Schipper, mag ik binnenkijken? Ja, nou, dat is geweldig. Even op het randje stappen, Kees. Ja. Jan, waar ben je? Ja, in de rugbunker. Dit heb ik niet gehoord. Nee. De master bedroom, Jan. Oh, heet dat zo? Ja, nou heet dat, ja. En toen zat ik op een gegeven moment 's morgens met 6 dames buiten lekker te eten. Ik zei, ik voel me... Oh, serieus, het staat dus hier. Ik voel me net... You have that, hier. Dus hoe krijg ik die jas van hun? Oh ja, dat is toch geweldig. En die heb je vaak aan, Jan? Of, Ja, dat zeg ik niet. Nee. Dat is toch hartstikke leuk. Of laat even weten of dat jij dat een leuk idee lijkt. En misschien zeg jij, Kees, kom eens bij mij langs. Ga eens kijken hoe ik dat gedaan heb. Kom bij mij aan boord. Laat het even weten in de reactie hier onder deze video. Of stuur een mailtje naar info@devolgendebestemming.nl. Wie weet sta ik binnenkort bij jou aan boord. Nou, dus daar ben ik een beetje mee bezig. Binnenkort meer daarover. Nou, zeg, gaan we afsluiten, Chico? Die is weer moe van alle avonturen. Dan ga ik het wel mee doen. Ik zou zeggen, like deze video eventjes. En abonneer nog op het kanaal van de Vloggende Bestemming, ja, als je dat nog niet had gedaan. En steun mij, ook om die serie te kunnen gaan maken, via petje.af/devloggendebestemming. Toppers. Bedankt voor het kijken en tot de Vloggende Bestemming. Wat een enthousiasme. Hoi.